Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we een lage drukgebied vlak ten oosten van ons land. Daaromheen drijft bewolking over Nederland en uit de bewolking valt verspreid over het land ook een enkele bui. De meeste buien komen in het midden-oosten en noordoosten van het land voor. Ze trekken van noord naar zuid over het land. In de middag dan breekt vanuit het noorden geleidelijk aan de zon voorzichtig weer door. De meeste buien zullen dan ook geleidelijk aan gaan wegtrekken. Het wordt 20 tot 22 graden en er waait een behoorlijk stevige noordelijke wind, maar die wind gaat in de loop van de avond dan geleidelijk aan wel afnemen. De temperatuur ligt dan in de avond nog rond een graad of 20. Morgen in de oostgrens nog steeds kans op een enkele bui, maar voor de rest is het droog. De zon schijnt weer geregeld en het wordt ongeveer 23 of 24 graden, bij nog steeds een matige wind uit noordelijke richtingen. Ook op donderdag misschien nog een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen droog. Dat geldt zeker voor de vrijdag en zaterdag. Voor de rest geregeld zon of zelfs behoorlijk zonnig. En de middagtemperatuur ligt weer tussen de 23 en de zomerse 27 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.